Helemaal en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik het hebben over het Urban Decay After Dark palette. Het is een limited edition en zoals je kan zien is hij super mooi. Het is zo'n unicorn verpakking die ja, blinkt, een mooie paarse kleur heeft. Ik ben er alvast verliefd op de buitenkant en op de binnenkant. Een nadeeltje aan de binnenkant is dat als je er met, aan de buitenkant is dat als je er met je vingers op gaat, dat hij heel snel vlekken heeft. Maar dat is erop verholpen door met een doekje erover te gaan. Uiteindelijk is dat wel niet het belangrijkste, de buitenkant. Het is dus een limited edition palette. Als je geluk hebt, kan je deze nog steeds vinden bij Issy Paris. Online is hij niet meer te kopen, maar ik weet wel dat sommige vestigingen hem nog steeds hebben. Er waren in België 6000 oplagen ervan. Dus ja, snel zijn is de boodschap. After Dark is een palet met allemaal redelijk donkere, juweelachtige tinten. Ze zijn daarop geïnspireerd. Ze hebben zich daarop geïnspireerd. En ze omschrijven het palet zelf als Beauty with an Edge. Als je het palet open doet, het is een redelijk dikke verpakking. Als je het palet open doet, dan heb je 10 hele mooie oogschaduwkleuren. En dat zijn deze. En je krijgt er ook een penseeltje bij. Het penseel, daar ben ik geen zo'n fan van. Ik gebruik liefst mijn gewone penselen die ik altijd gebruik. En dit zijn de kleuren. Zoals je ziet zitten er ook 2 lichte tinten bij. Altijd ideaal om een keer te blenden of om de look iets frisser te maken. Maar de rest van de kleuren zijn toch allemaal wel redelijk donker. Van links naar rechts hebben we Alter, Scene, Supersonic, Sinful, Off Duty, Druggy, Backfire, Lounge, Fringe en Paralyzed. Het zijn allemaal kleuren die nog in geen enkel ander Urban Decay palet zitten. Dus het zijn exclusieve kleuren. Zoals we gewoon zijn van Urban Decay, zijn de oogschaduwen boter zacht. En ja, bevatten ze superveel pigment, zoals je kan zien. De 2 lichtste kleuren uiteraard zijn heel subtiel. En de kleur waar ik het meest teleurgesteld over was, is toch wel Backfire. Voor mij de kleur die het minst gepigmenteerd is, toch als je hem droog gebruikt. Als ik hem nat gebruik door middel van een vochtig doekje te gebruiken of door mijn penseel nat te spuiten of de haartjes vochtig te maken, dan is de kleur iets intenser. Maar als je hem droog aanbrengt, dan vind ik de pigmentatie niet om naar huis te schrijven. Nu, hier op foto of op camera lijkt het misschien wel zo, maar het is alsof dat mijn penseel de kleur niet echt goed opneemt. Ik heb ook nog foto's gemaakt met verschillende looks die ik gemaakt heb rond dit palet. Met dit palet uiteraard. En misschien om jullie zelf te inspireren over wat je ermee kan doen. Alter is een licht, het is een bijna wit-gouden kleur. Heel licht en bevat heel veel glans. Scene is een roze kleur met een zalmroze kleur met een gouden glans. Supersonic is zo'n koperkleur. Een bruin, maar meer neigend naar rood. Dan heb je Sinful. Sinful is echt zo'n een vergouden kleur. Dus het is, ja, je ziet het heeft geen rode ondertoon. Het is echt van dat donkergeel, okerachtig. Heel mooi. En dan heb je Off Duty. Off Duty is gewoon een chocoladebruine kleur. Deze hier van onder is Paralyzed, een hele diep blauwe kleur. Dan heb je je perfecte azuurblauwe kleur. En deze is heel speciaal. Dat is een bruine tint met groene, groene glans. En Backfire is een bordeaux, is een aubergine kleur met paarse glittertjes in. Maar deze is niet zo gepigmenteerd. En Druggy is een fel
paarse kleur. Ze zijn allemaal, zoals ik al eerder zei, super gepigmenteerd. Sinds ik het palet heb, heb ik hem bijna dagelijks gebruikt. Ik wou er ook heel veel verschillende looks mee maken. En dat is me ook gelukt. Het enige wat jammer is, of wat je eventueel moet bijkopen, is een... misschien een paletje of een duo met twee matte oogschaduwen, waarvan één je kan gebruiken om de kleuren in elkaar mooi te laten overlopen. En eventueel een mat zwarte kleur. Dat hoeft uiteraard niet, maar ik vind dat je met een soort van kurkkleur en een mat zwart toch ook heel veel je looks kan veranderen, je looks dieper maken. Maar dat hoeft uiteraard niet. Dat vond ik wel een beetje jammer, maar ja, daar is het palet uiteraard ook niet voor bedoeld. Ik toon je nu meteen enkele looks. In het palet zit er ook nog een penseel met twee kanten. De ene kant heeft zo van die korte zwarte haartjes en de andere kant heeft iets langere haartjes. De haren zitten redelijk dicht op elkaar gepakt, waardoor dat de kwasten dus niet fluffy zijn. En de korte kant is ideaal om de kleur geconcentreerd op je onderste wimperrand aan te brengen. En deze kant, dus de langere kant, is ideaal om gewoon de oogschaduw op je bewegend ooglid aan te brengen. Ik vind eigenlijk penselen met zo'n dubbele kant niet zo handig. Ja, handig omdat je van de eerste keer twee penselen in één hebt, maar ik zet graag mijn penselen recht in een potje en met zo'n ding kan dat niet. Ik vind het ook niet leuk om allemaal verschillende penselen in verschillende paletten te hebben, want dan moet je beginnen zoeken en zo. Dus voor mij sorry, is dat... Allee, hoeft dat er eigenlijk niet bij. Ik heb veel liever bijvoorbeeld nog een mini primer potion die erin zit. Of een 24/7 glide-on pencil dat ze erbij steken. Voor mij zou het beter zijn moest dat erin zitten in plaats van een penseel. Urban Decay is echt mijn favoriete merk qua oogschaduw. Ik vind de verpakkingen prachtig. De kleuren, de texturen. Ik wil graag alles van Urban Decay als het op oogschaduw aankomt. De paletten zijn niet goedkoop, maar ja, je kan zien, het zijn ook echte pareltjes. En in bijvoorbeeld het After Dark palet kostte mij €51. Maar daarvoor kreeg je 10 kleuren in de plaats. Dat komt op €5 en een klein beetje voor één kleur. Dat vind ik behoorlijk te doen, zeker als je weet dat het zo'n perfecte kwaliteit is. Het After Dark palet is een palet die ik redelijk veel ga gebruiken. Met nog een mat zwart en een beetje een kurkachtige kleur ernaast. En wat kan ik er meer van zeggen dan dat de kwaliteit echt top is. Ik alvast bedankt om mij te volgen. Ik zou graag hebben dat jullie een duimpje omhoog doen. Dan weet ik dat jullie het leuk vonden. Vergeet mij zeker ook niet te volgen op mijn blog, waar ik 3 keer per week een artikel post. Elke zondag uiteraard een filmpje. Ik heb ook mijn Facebookpagina. En ik vind het super leuk als ik van jullie wat interactie krijg. Dan weet ik dat ik goed bezig ben of wat ik nog kan veranderen. Of dan weet ik tenminste dat jullie het leuk vinden. Bedankt om te kijken en tot de volgende. Bye!